Hallo en welkom bij mij in mijn slaapkamer. Vandaag ga ik het hebben over stoppen met alcohol. Of tenminste, waarom ik ben gestopt met alcohol. Wat de voordelen waren en wat de nadelen waren. En hoe het er nu voor staat. Het is denk ik nu een jaar geleden dat ik stopte met alcohol drinken. Het was een beetje de periode dat er eigenlijk steeds meer berichten verschenen over hoe slecht alcohol eigenlijk voor je is. Hoe giftig het is voor je lichaam. En ik las een aantal interviews met Jacqueline van Lieshout, als ik haar naam goed heb, van het boek Ontwijnen. En zij schreef daarin ook van, eigenlijk is het zo raar dat we allemaal zoveel drinken en dat we het op allerlei gelegenheden doen en dat het overal zit ingebakken. Maar dat het zo slecht voor je lichaam is. En dat als je stopt met roken, dat dan mensen de vlag uithangen. En als je zegt ik stop met alcohol drinken, dat mensen er eigenlijk vaak best wel moeite mee hebben. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk ook zo'n gek copingmechanisme. Want het is natuurlijk een manier waardoor je een beetje verdooft. Of waardoor je lekker een beetje ontspannen raakt. Of waardoor een feestje toch ineens wel leuk is. Of waardoor je aan het eind van de dag net eventjes wat meer uit je hoofd gaat. Het is natuurlijk nog steeds een manier, een copingmechanisme om te gaan met iets wat je misschien niet zo heel leuk zou vinden normaal gesproken. Voor veel mensen. En nou, daar wilde ik vanaf. Ook wilde ik dichter bij mezelf komen. Want ik was op dat moment al heel erg bezig geweest met allerlei heling. En ik had geleerd hoe ik dichter bij mezelf kon komen en bij mijn eigen gevoel kon komen. En ik leefde steeds meer in mijn eigen energie. En ik had ook echt me voorgenomen van voortaan blijf ik dat doen en ga ik niet allerlei manieren zoeken. Dus copingmechanismen om niet te hoeven dealen met de situatie, niet met mezelf te hoeven omgaan. Ik was niet een enorm grote drinker. Maar ik dronk toch zeker, denk ik wel, 2 keer per week. En dan toch altijd net iets meer dan de bedoeling was dan ik van tevoren had bedacht. Dat zullen veel mensen wel herkennen. Dat je dan denkt, nou vandaag 2 wijntjes bij het eten. En dan denk je, oh, want dat is natuurlijk. Na die 2 wijntjes, dan kom je precies op dat punt waarbij je remmingen een beetje weggaan. En dan maakt het allemaal ineens niet meer zoveel uit. Fuck it, we nemen er nog één. Nee, dan is het een soort van alsof je keihard van de berg ineens naar beneden gaat. Nou, dat had ik dus ook. Een andere reden waarom ik wilde stoppen met drinken was dat ik in die periode steeds meer energiebehandeling begon te geven. Niet veel mensen weten dat van mij, maar ik ben ook Reiki Master en Pranic Healing Healer. En daarbij geef je energiebehandelingen waarbij je de behandeling in het lichaam van iemand weer in balans brengt. En daarbij is het logisch gezien natuurlijk heel belangrijk dat je eigen energie goed is. Dat je goed in balans bent en zo gezond mogelijk. En ik was een beetje klaar met altijd een klein beetje brak zijn. Altijd een klein beetje aangeschoten zijn. En dat ik niet gewoon een soort rechte lijn had van me altijd wel prima voelen. Niet altijd splendid, maar toch wel prima. En een beetje stabiel. Ik dus stoppen met alcohol drinken. Want ik merkte wel dat minderen me niet ging lukken. Ik wilde zelf de controle terug. En toen dacht ik, dan stop ik er helemaal mee. En ik kijk gewoon hoe dat is. En ik kijk hoe lang ik het volhoud. En als ik het niet leuk vind, dan draai ik het weer terug. Ik had gedacht toch wel dat dat een beetje saai zou zijn. Dat ik dan feestjes voortaan heel saai zou vinden. Of überhaupt mijn leven zou versaaien. En dat vond ik ook wel confronterend. Dat ik er zo achter kwam van, dat is voor mij ook wel degelijk een manier om een beetje te ontsnappen. En het allemaal even iets leuker te maken. Wat ik eigenlijk best wel suf vond. Ja, waar slaat het op eigenlijk? Dat je dan zoiets nodig hebt en anders is het saai. Maar ja, ook die overtuiging zat er bij mij ook nog wel in. En nu was het zo dat ik het eigenlijk wel lekker vond. Dat ik gewoon helemaal stopte. En dat ik dus inderdaad op feestjes kon zeggen, ik drink helemaal niet. En natuurlijk kreeg ik wel altijd de vraag, waarom niet? Slik je dan medicijnen? Of ben je zwanger of wil je zwanger worden? Gewoon, je moet een reden hebben als je niet drinkt. En soms waren mensen wel geïnteresseerd in het verhaal. En zeiden ze, ja, ik zou eigenlijk ook wel minder willen drinken. Of ja, wel goed dat je dat doet of zo. Dus ik merkte wel dat mensen er zelf ook wel een beetje mee bezig waren en over nadachten. Maar ook wel dachten heel veel mensen, nou ja, wat een onzin. Ik moest heel vaak bij diezelfde mensen blijven zeggen, echt niet, echt niet, echt niet. Dus dat heeft zeker wel een paar maanden geduurd voordat mensen dachten van, volgens mij is ze echt gestopt.
Wat me heel erg opviel aan niet drinken was ineens hoe groot het verschil is tussen mensen die niet drinken en die mensen die wel drinken. En die eerste paar wijntjes heb je dat dan nog niet in de gaten. En dat waren altijd de momenten die vond ik dan nog een beetje lastig. Zo van, ja, ik heb nu ook echt wel trek in de smaak van een wijntje bijvoorbeeld op een feestje. Of ik zou het echt wel leuk vinden om nu even zo mee te kunnen doen. Maar dan zag ik zo na 2, 3 wijntjes bij die anderen dat daarna het soort van de verloedering toesloeg. Je ziet mensen gewoon aftakelen als je niet drinkt. Je ziet gewoon dat mensen ja, het kwijtraken. Dat ze niet meer recht kunnen lopen. Dat ze onduidelijk beginnen te spreken. Dat ze het verhaal 3 keer achter elkaar vertellen. Hetzelfde verhaal, hetzelfde verhaal, hetzelfde verhaal. Je verwijdert echt van jezelf op het moment dat je alcohol drinkt. Of dat je echt een paar glazen achterover tikt. Wat je er nou van vindt of niet. Je kunt er natuurlijk voor kiezen. Dat is ook prima. Ik wil er niet andere mensen mee beledigen. Maar het is natuurlijk wel een manier om hoe dan ook een beetje van jezelf vandaan te gaan. En dat heeft zowel voordelen als nadelen. Wat ik wel bleef missen was de smaak van alcohol. Dat duurde echt wel. Dat is ook gebleven. Ik ga ook vertellen hoe de situatie nu is. Maar dat is gebleven. Vooral gewoon heel af en toe een paar slokken rode wijn. Of eventjes die bubbeltjes. Een paar bubbeltjes, dat is mijn favoriet. En toen had ik 7 maanden niet gedronken. En toen dacht ik, laat ik eens kijken hoe het valt als ik nu weer 1 glaasje Prosecco, was het geloof ik, drink. Dat was dan het eerste moment volgens mij dat ik weer iets echt ging drinken. En toen vond ik dat eigenlijk lekker. Ik voelde ook heel duidelijk van, ik wil echt nooit meer dat dronken gevoel. Ik wil nooit meer een beetje tipsy zijn. Ik wil nooit meer het gevoel dat ik van mezelf verwijderd raak. Ik wil geen kater meer. Hoe dus de situatie nu is. een jaar later is dat ik heel af en toe, en dan is echt bijvoorbeeld 1 of 2 keer per maand, 1 glas drink of 1,5 glas drink. En dan geniet ik er wel echt heel erg van. Geniet ik echt extreem van de smaak. Maar dan drink ik ook echt voor de smaak. Echt goede rode wijn. 1 glaasje Prosecco. Dus nu kan ik die maat wel houden. En nu weet ik hoe het leven is. Zonder. En dat ik dat prima kan. Dat het leven dan niet ineens heel saai is. Je vertrekt misschien iets sneller van een feestje waar je normaal gesproken zou blijven hangen. Of dat je dacht, ja, ik neem gewoon nog wat. Of de alcohol is gratis. Nu zie je wel iets sneller van, nee, ik heb het echt al gehad. Maar dat zie ik eigenlijk alleen maar als een voordeel. Dus dat ik keuzes maak die ook daadwerkelijk echt passen bij wat ik op dat moment wil. En waar ik echt achter sta. En dat ik gesprekken heb die ik kan onthouden. Dat ik dingen doe die ik kan onthouden. Waar ik achter sta. Dat ik geen rare dingen doe of andere dingen doe. Dus dat is wat ik ervan heb geleerd. Ik hoor ook veel andere mensen die stoppen met alcohol drinken, dat ze het heel lekker vinden, dat ze productiever zijn overdag. Of dat ze beter slapen. Dat heb ik dan niet specifiek zo, want ik slaap überhaupt niet zo heel goed. Altijd een beetje een ding voor mij, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. En vooral het gevoel van gewoon gelijkmatig je goed voelen. Dus altijd stabiel. Ja, wel oké. Okay. In ieder geval, zeker op fysiek vlak. Dat je niet meer die enorme dips hebt die eigenlijk niet hadden gehoeven. Dips, dat is wel een woord. Dippen. En hierbij wil ik zeggen, iedereen moet lekker weten, zelf weten wat hij doet. Dat vind ik echt. Maar ik kan je zeker aanraden om eens te kijken of je in ieder geval een tijdje kan stoppen met alcohol drinken. En dan zou ik echt wel iets langer dan een maand doen. Want volgens mij wordt het daarna meer een gewoonte voor je lichaam. En dan echt eens te kijken van, wat komt er dan bij mij naar boven? Wat voel ik dan? Wat zijn nou eigenlijk de momenten dat ik eigenlijk wel heel graag wil drinken? Of eigenlijk meer wil drinken dan misschien goed voor me zou zijn? Laten we zeggen, alcohol is nooit goed voor je. Maar dat je echt te veel gaat drinken. En wat komt er dan naar boven? Want ik denk dat het voordeel voor mij wel was dat ik al heel veel met mezelf was bezig geweest. Dat ik al heel erg diepere emoties bij mezelf naar boven had gehaald. Dat ik daar al mee aan de slag was gegaan. Dus die slag had ik al geslagen. Maar ik kan me voorstellen dat die anders wel meer naar boven waren gekomen. Dat ik meer verdriet had gevoeld of eenzaamheid had gevoeld op momenten dat ik niet dronk. En andere mensen misschien heel leuk hadden op een feestje. Maar kijk eens wat het voor jou doet en wat het voor jou oplevert. Mij heeft het in ieder geval opgeleverd dat ik met heel veel meer controle met alcohol omgaan. En dat ik weet dat ik ook prima zonder kan. En het kan ook zo zijn dat ik binnenkort helemaal stop met alcohol drinken. Maar het maakt me eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Dat ik heel blij ben dat ik deze stap heb genomen. En dit als experiment ben aangegaan. Het voelde echt alsof ik iets heel liefs
voor mijn lichaam deed en voor mezelf deed. Dus denk er zo over na. En ook probeer mensen die niet alcohol drinken te steunen. Probeer eens te kijken van kan ik dat aanmoedigen in plaats van nou dat is niet zo gezellig. Het is best wel lastig om die opmerkingen te krijgen terwijl je inderdaad iets probeert goed te doen voor je lichaam. Laten we wel wezen, alcohol is gewoon een drugs. Als mensen daar rekening mee willen houden, laten we dan dat aanmoedigen en zeggen top dat je dat doet. En verder moet iedereen het lekker zelf weten. Ik hoop dat er nog meer mensen zijn die stoppen met alcohol of minder alcohol gaan drinken, waardoor er ook meer alternatieven komen. Het lijkt me heel leuk als er echt misschien leuke alcoholvrije barren bij komen of meer alternatief voor alcohol. Nou, dat was denk ik mijn verhaal. Ik hoop dat je dat leuk vond om te kijken. Dat je er iets aan hebt gehad. En als je het een leuke video vond, vergeet je dan niet te abonneren. En een duimpje omhoog te doen. En druk ook even op het belletje, want dan krijg je een melding als ik weer een nieuwe video heb opgenomen. Ik wens je een hele fijne dag. Dankjewel voor het kijken.